Zolang als je dus in het menselijk lichaam moet ingrijpen met nou ja, medicijnen, met, ja. met doping, met dat soort zaken, ja, dan vind ik het te ver gaan. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, Middle Man in Lycra, Gerrit Heiko. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over de Enhanced Games. Slimmer presteren met geneesmiddelen. Schone sport is wat we straks allemaal op de Olympische Spelen hopen te zien. Het gebruik van doping lijkt echter nog altijd moeilijk uit te bannen. Is het een goed idee om daarom dan maar de Enhanced Games te organiseren? Want daarmee kunnen atleten met behulp van de wetenschap echt het maximale uit zichzelf halen. En is het gebruik van geneesmiddelen niet sowieso nuttig voor de oudere sporter? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgevers hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge, goedemorgen. Gerrit. Goedemorgen. Zo, hoe zit je erbij? Enhanced. Ja, ja. ben je een beetje enhanced deze ja, ochtend? Ja, dankzij die cafeïne. Kopje koffie ja, erin. Ja, zeker. Ja, wij zijn weer helemaal scherp en alert. Zin in een nieuwe aflevering, aflevering. Naar aanleiding van wat actualiteit begin 2024, voor de mensen die dit over een paar jaar luisteren. Um, en eigenlijk ook wel een soort kleine reprise van een mooie serie die we aan het begin van uh, seizoen 3 hebben gemaakt. De doping specials, daar zo meer over. Um, aanleiding is eigenlijk een bericht op nws.nl ergens in februari. En een WhatsApp-berichtje onder andere van Menno Veldman. Die zei: Hé, hey, kijk nou eens. Ja. De Enhanced Games. Voor de mensen die dat bericht gemist hebben, waar gaat dat over? Het was uh, de Australische zwemmer James Magnussen. Die zei: uh, Ja, ik wil wel uh, eigenlijk. Uh, hij is eigenlijk gestopt, hè? Ja. Was drie keer wereldkampioen geworden. Ja. En uh, er is het idee geopperd van uh, we gaan een, uh, een alternatief voor de Olympische Spelen uh, organiseren. Die Enhanced Games, daar kunnen we zo even inhoudelijk over. En die James Magnussen had gezegd, hey, hiervoor wil ik eigenlijk mijn uh, carrière wel weer oppakken. Want uh, als ik uh, nou, probeer het wereldrecord op de 50 meter te verbeteren, want dat is dan bedoeling, dan verdien ik 1 miljoen. Ja. En uh, nou ja, goed. En in dit geval uh, is doping uh, veroorloofd. Want dat is het idee erachter. Ik mag mezelf enhancen. Nou, uh, dat wil ik graag doen, onder begeleiding dan van uh, allerlei medici en uh, deskundigen. Dus uh, count me in. Ja. En dat, dat gaf wel wat reuring. Laat ja, het zo dat het kwam in het nieuws en dat, dat, dat idee erachter inderdaad Enhanced Games of het nou een volledige Olympische spelen worden is de vraag, maar in ieder geval deze recordpoging is daar een onderdeel van. Ja. Alles mag, geen dopingautoriteit. Uh, Klopt. Nou, ja, ik zie jou twijfelen niet alles mag. Uh, mechanisch denk ik dat ja. niet, maar je mag ja. aan de hand van geneesmiddelen, voedingsstoffen, supplementen, ja. alles in je lijf stoppen uh, wat je wil. Ja. En wij gaan uh, dus maar eens in deze aflevering op zoek naar het antwoord op de vraag: nou, wat zijn die Enhanced Games precies? Wat is het doel? Waarom zijn ze bedacht en hoe worden ze opgezet? Hoe kijken we drie jaar na de doping-specials die wij maakten tegen doping en de dopingjacht aan? Is suppletie met geneesmiddelen of hormonen in sommige gevallen een goed idee? En straks met Guido Vroemen, die niet alleen atleet is mm -hmm. of uh, coach is van topatleten, maar vooral ook sportarts. Precies. gaan we even stilstaan bij de vraag: hé, hey, wat is ook alweer eigenlijk het medische risico? Als jij en ik naar aanleiding van deze verhalen denken, nou, we gaan eens dus even lekker aan de doping. Ja. En uh, is dat ook wel veilig, zelfs als een arts meekijkt? Ja, en in het andere geval van, ja, als arts kijk je ook soms naar de gezondheid van mensen. En dan denk je, ja, kan het ook wel nuttig zijn, behalve dan nadelige bijeffecten, om toch te suppleren? Ja. En dat is bij die discussie bijvoorbeeld, nou ja, uh, uh, ik zit midden natuurlijk in de fase waarin ik mijn testosteron ben aan, aan het verliezen ben. Ja. Ja, ik zou best wel... Je bedoelt wel door af... middel van jouw leeftijd. Ja, kan hè? ik een shotje gebruiken. En dat is natuurlijk in Amerika is dat, ja, heel hot eigenlijk. Als, uh, Nou ja, er zijn podcasts allemaal een beetje influencers. En daar hebben we ook eigenlijk een, een, een lezersvraag op gekregen. Een luisteraarsvraag. Hè? Een luisteraarsvraag. In de mail. Die, ja. ja en die pretenderen eigenlijk van dat het goed is... Om uh, enerzijds, ja, je wil die ouderdom uitstellen, dus bewegen is goed, uh, sporten is goed. Alleen je lijf laat je soms wel een beetje in de steek. Uh, is het dan niet zinvol om dat lijf te helpen met allerlei supplementen? Maar dat, uh, nou ja, voorbij uh, supplementen kunnen dat ook hormonen zijn, zoals testosteron. Ja. En dan zitten we precies in het uh, in het vlak waar deze aflevering over gaat, want testosteron staat op de dopinglijst. Ja, ja. Maar ja als jij en ik, wij, wij doen niet mee aan nationale kampioenschappen. Nee. Wij worden niet gecontroleerd op doping. Ja. Dus is het dan de vraag, is het dan wel een goed idee. Jeroen Vos was iemand die ons ook tipte, naast Menno Veldman. Remco van Luik stelde mm -hmm. deze specifieke vraag. Uh, in het uh, sporten voor span, Oftewel zo lang en uh, ja. zo gezond en zo sterk mogelijk blijven. We hebben er wel eens eerder over gehoord, hè? ook in die doping specials. Dat inderdaad mensen uh, als een soort anti-aging uh, tegen de veroudering ja. bezig zouden zijn om testosteron te Slikken. ja en dat is ook dat wordt ook gebracht door de de founder eigenlijk van die enhanced games die ja uh, laten we daar even bij beginnen ja, Aaron, wat weet jij over de enhanced games Aaron de Souza ja. schijnbaar een succesvolle investeerder zakenman een beetje een een Elon Musk-achtig type die uh, wel eens denk ik wat uh, nou wat wat in het nieuws wil komen op die manier um, en die die zegt ook eigenlijk als je op die website van ze kijkt ja, we doen dit eigenlijk ook met het idee, inderdaad, om anti-aging tegen te gaan. Of mensen te helpen om op belangrijk te ontwikkelen, leeftijd. eigenlijk ja, he, te ontwikkelen. Dus de veroudering tegen te gaan. Want ja. wat is het probleem momenteel? We hebben ontzettend veel kennis, medische kennis, wetenschappelijke kennis over het menselijk lichaam en het, hoe dat beter te kan laten presteren. En wat doen we nou in de praktijk, als we kijken naar topsport, dan gaan we het allemaal verbieden lees de dopinglijst en al die uh, ja de antidopingautoriteit die worden opgetakeld en hij zegt eigenlijk ja dan is dan gebruik je gewoon die wetenschap niet goed eigenlijk is het uh, en dat is enerzijds anderzijds zegt hij ja je atleten ja die, die hou je op deze manier tegen om hun volledige potentieel te ontwikkelen uh, dus die insteek ja die zo zeggen zij, laten we de, de, de wetenschap omarmen, embrace science. En gaan we dan eens kijken of we op een verantwoorde manier, met al die, uh, uh, die kennis die we hebben, echt eens uh, nou, sporters kunnen helpen om nou, tot volle wasdom te komen. en sportrecords eigenlijk. Nou ja, neer te zetten zoals sport in zijn ogen bedoeld is. Ja. En hij, hij, hij pakt het wat groter aan. En, en soms denk je nou. Uh, tut, 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 tut. Ja, ten eerste is hij geeft ontzettend af op het IOC. Ja. En andere uh, eigenlijk. Tot uh, op een niveau dat daar bijna een soort persoonlijke veten ja, lijkt precies. te zitten. Hè? Want ja. dit, dit eerste wat jij neerzet, dat klinkt eigenlijk best wel interessant. Ja. Ja, is. Hey, er is heel veel wetenschap, er is heel veel ja. kennis. Kunnen we op een veilige manier ons minder. Laten beperken door regels en laten we eens kijken hoe ver we kunnen komen. Ja. Een soort ja. interessante wetenschappelijke ja. visie. Dan komt punt 2. Een soort anti-IOC, anti-doping. Ja. Uh, zij zijn belemmerend in de ontwikkeling van de mensen. Ja, en eigenlijk, maar, en, maar dan, dan pakt hij alles erbij. Ze heeft het natuurlijk over sportswashing, wat gebeurt. Het geld wat nu IOC of FIFA of al die grote sportbonden binnenharken bij, bij toernooien, bijvoorbeeld. Bij dubieuze ja. regimes. Nou ja, precies. Dat komt dan niet bij de atleten terecht. Of amper, veel te weinig. Hmm. Nou, uh, daar geeft hij op. Af. En, en zo'n IOC uh, en, en het WADA, het, het grote antidopingorganisatie uh, wereldwijd, met, plus alle nationale antidopingorganisaties, die zijn alleen maar bezig om te controleren, om te checken, om atleten uh, ja, eigenlijk in de gaten te houden. Ja, dat is geen fijne omgeving voor, voor sporters. En, het, en dan zeggen zij, en dat hebben we natuurlijk in die doping specials ook over gehad, en het maakt toch allemaal geen flikker uit, want, en dan komen ze weer met het getal van 44% van de atleten. Gebruikt toch sowieso. Wordt niet opgespoord, want dat systeem werkt niet. Kan ook niet werken. Dus let it go. Uh, stel de atleten centraal. Uh, wel on en wat je nu krijgt is natuurlijk ook wat gebeurt. Schimmige doktoren stappen mm, erin. Mm, en het mm. gaat allemaal. Uh, ja, een beetje, uh, dit is bijna een soort argument zoals we in Nederland nu wel eens horen over bijvoorbeeld uh, bepaalde drugs. Mm -hmm. He, als je nou drugs zou legaliseren, ja. dan haal je het uit de criminele sfeer. Nou, dat is een soort ja. bijna politiek filosofische ja. Ja. visie. Kun je enorm van mening over verschillen met elkaar, maar dit is in dus ieder geval wat nou, nou, hij betoog. Ja, laten we ja. gewoon op een uh, hele veilige uh, manier met, met uh, ja, uh, goede doktoren, met allerlei manieren om de gezondheid te monitoren. Uh, atleten op die manier helpen. En om dat te gebruiken. En, en dan, uh, ja, we, we, uiteindelijk gaan we dan een Enhanced Games organiseren. Wanneer weet nog niemand precies. Nee, want, want dat is nog even mijn vraag. Uh, ja. Dit kwam op in februari 2024 mm -hmm. in de grote media in Nederland. Dit was niet de eerste keer nee. dat dit naar boven kwam. Dit... dit, dit sluimend al een paar jaar. Wat is de status hier nu van? Hoeveel mensen zijn hier ja. bij betrokken? We hebben nu dan een ja. zwemmer in Australië, een ex-topsporter die zegt, nou, ik wil mm -hmm. me hier wel voor lenen, voor het grote geld. Ja. Um, uh, zijn er andere sporters bij betrokken dat jij weet? Of is dit vooral een soort marketingverhaal nog? Ja, dat is lastig. Tje? Volgens hun e eigen uh, communicatie hebben ze het over dat 900 atleten hebben interesse. Hmm. Uh, en ze willen het in ieder geval einde van het jaar doen... Einde van 2024 2024. Uh, het gaat eigenlijk focus op ja individuele sporters dus geen teamsporten aan de bod. Het gaat om de onderdelen: atletiek, zwemmen, turnen, kracht en vechtsporten. Mm -hmm. Um, en wat zij belangrijk vinden, het verdiende geld gaat naar de atleten. Het is ook uh, eigenlijk dat de atleten die zich aansluiten, volgens mij een aandeel krijgen. Oké. Okay. Uh, dus opnieuw We weer werken. Meer modellen. En ze willen geen nieuwe dure faciliteiten. Zoals het natuurlijk ook continu gebeurt bij, bij Olympische Spelen. nu uh, Parijs ook weer. er moet van alles gebouwd worden. Nee, gewoon op bestaande locaties. Al ergens op een campus zijn. En uh, ja, that's it. En af en toe komt er inderdaad even weer een, 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 een nieuwsberichtje naar buiten. Waardoor er wel de aandacht wordt op gevestigd. Ja, het ziet er best gelikt uit. Ze hebben een wetenschappelijke advisory board. En daar zit dan... Uh... Zitten er wel serieuze mensen Pff, in? Nou, dat <laughs> zit... Wat, 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 ik heb ja. nog een paar vragen. Ik heb uh, onder andere onze, onze Engelstalige buurman. De, de Real Science of Sport podcast. Ja. Uh, Ros Tucker uit Zuid-Afrika. Uh, bewegingswetenschappen hadden het hier ook over. Ja. Die zei een paar dingen. Die zei, nou, dat met die zwemmer. dat geloof ik nog wel dat hij dat kan gaan doen. Dat is één sporter. Zo'n enhanced games met 900 atleten ja krijgen ze nooit voor elkaar. Want je kan erop rekenen dat de sportbonden, de bestaande, of de, of ja. de reguliere sportbonden gaan zeggen, atleten die zich daarmee inlaten Precies. mogen nooit meer uitkomen dat in reguliere competitie. Ja. Ja. Nou, dan krijg je dus nooit genoeg atleten. Nee, op de dus oud-atleten. Ja, ja, zoiets hè, krijg je Beetje, dan. Maar goed, dat is voor hem misschien wel interessant. Ja. En waar zij nieuwsgierig naar waren, en ik weet niet of jij daar als onderzoeksjournalist achter bent gekomen. Wat... Wat drijft deze meneer de Sousa? Heeft hij zelf een soort commercieel belang? Of zit hij in die hormonenbusiness? Oh, wat? dat zou best wel uh, kunnen. Er zijn sowieso wat, wat grote investeerders ingestapt. Er worden al namen genoemd die, die mij niks zeggen. Maar het zal uh, ja, Peter Thiel van Paypal. Ja, 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 ja zeker. En een investeerdersgroep. Ja. Uh, nou ja, nee, dat is eigenlijk onduidelijk of hij een uh, hidden agenda heeft in deze uh, hij komt naar buiten. Hij heeft ja, het komt naar buiten als een echt een, een ethisch uh, okay, verhaal okay, van maar. we willen de atleten gewoon helpen. Maar ja, kijk, het is ook wel, nou ja, nog een aspect waar ik echt een beetje van achterover sloeg of denk van ben ik nou zo naïef of zo? Dan zei ze ja, we doping wordt nu ook eigenlijk is een racistisch woord en wordt eigenlijk doping wordt altijd negatief gebruikt, terwijl we moeten eigenlijk, dus hij hij wil een hele beweging in gang brengen, waarbij hij ook uh, taalgebruik wil veranderen. En okay. daardoor enhanced games. Yeah. Doping. Zegt hij. Ja, wel, dat is doping. Is racistisch. Want heb ik even, even uitleg over gevonden daar. Doping werd gebruikt door Nederlandse kolonisten. Wij dus, hè. Daar hebben we ja, ons ja, net zoals het woord apartheid ja. euh, hebben we ook het woord doping verzonnen. Tegen West-Afrikaanse stammen die prestatiebevorderende middelen gebruikten. Ooit. Nou, en later zegt hij met name tegen de zwarte mensen tijdens de war on drugs. En tegenwoordig worden vooral zwarte atleten in verband gebracht met doping. Dus ja, zo heb ik eigenlijk er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan of naar gekeken. Dus hij heeft ook zoiets, hij heeft een hele lijst van allerlei Wikipedia paginas waarvan hij zegt, die moeten aangepast. Er moet een ander woord gebruiken voor uh, cheating. Moet vervangen worden door demonstration of science, et cetera. Dus ja, ja uh, als, je, als je dan, daarmee maakt dus denk ik, het zich zelf denk ik een beetje belachelijk. Ja, of niet. Maar Heer, ja, dat, dat Idle... zal de toekomst moeten uitwijzen. Ja. Of hij een, een ziener was. Zijn tijd ja. ver vooruit. Of ja. dat dit belachelijk is. Dus dat is een beetje. Maar ja, je, gaat, je denkt natuurlijk altijd bij dat soort mensen. Ja, die, 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 hebben een, uh, die, die willen hier ook nog iets geldelijks waarschijnlijk uithalen. Wel interessant. Wel interessant. In ieder geval uh, aandacht. Ja, ja. Nou. en die krijgt hij dan. Wij hebben moment. ooit in seizoen drie, uh, maar liefst. 8 uur podcast ja. over doping gemaakt. Nou, ik kan me voorstellen, er is misschien niet meer van deze tijd dat je 8 uur gaat luisteren. <laughs> uh, ik kan tegen alle luisteraars zeggen. We zagen ook toen in de luistercijfers dat mensen even dachten: oh, doping, daar hoef ik niet zoveel over. Tegelijkertijd krijgen we de afgelopen jaren ook terug dat tijdens onze jaarlijkse winter- en zomerstop. Als mensen zeggen: "Nou, wat kan ik nu nog eens terugluisteren?" Ze dan toch maar die doping specials ja. induiken en zeggen: "Oh, het is eigenlijk hartstikke leuk." Dus voor iedereen die dat gemist hebt, wil ik toch even de lieder laten horen. Spuiten en slikken. Plasjes doen en bloed prikken. Valspein, list en bedrog. Gezondheid, veiligheid en eerlijkheid. Soms jaren later nog. Frustratie, onmacht en omgekeerde bewijslast. Dit zijn de doping specials van de Slimmer Presteren podcast? Ja, als je nu op die taal let, hè, dan zitten wij ook goed in dat frame. Ja. Um, laten we even in de komende 10-15 minuten proberen de, de kern. Van wat, wat iedereen moet begrijpen over doping uh, terug te halen. Die, die serie bestond uit een reeks gesprekken met mm. uh, mensen die veel verstand van hebben. Douwe de Boer, als wetenschapper die alles weet over de dopinglijst. Ja. Peter Joosten, die gaat over bio uh, Onze eigen Guido Vroemen over de medische attesten ja. en de rol van de detectoren. Herman Ram als directeur van de dopingautoriteit. Maar ook Marco Knippen en Thijs Sonneveld... als journalisten die heel veel werk uh, op het gebied van doping hebben gedaan. Ja. Um, ik vind het wel interessant. Begin 2024, Nederlands kampioenschap 10 kilometer. Moest ik op, dus ook ah, ja. onder de dopingregels sporten? En dat was wel dat? een van de redenen ja. waarom ik ook voor dat NK heb ingeschreven. Nou, dat is wel leuk, want dan moet je dus. Uh, hè, een van de dingen waar we in die dopingspasses een aantal jaar terug over leerden, is dat er nu uh, e-learnings zijn. Ja. Uh, uh, korte online cursus waarin je op de hoogte wordt gebracht door de dopingautoriteit over hoe het werkt, hoe ze controleren, uh, welke regels je aan moet voldoen op hoofdlijnen. Um, en die moet je afleggen en dat certificaat moet je uploaden voordat je kan inschrijven voor een NK. En hoe ging je? dat af. Hartstikke goed. Ja. En dan uh, vragen ze ook, uh, dat vond ik dan heel leuk, vragen ze op een gegeven moment ook welke kennisbronnen heb jij gebruikt ah. om je voor te bereiden op deze e-learning? Heb ik natuurlijk al ah. wel een slimme versteren ah. podcast ingevuld. Ah. <laughs> Doping specials. Dus dat uh, nee, was hartstikke interessant. Laten we even bij de basis beginnen. Ja. Want waarom zou, als wij nu de dopingautoriteit bellen of eh, mensen mm -hmm. zeggen meneer de Souza uh, dit is toch niet zo'n goed idee. Dit zijn de drie belangrijke redenen waarom wij wel op doping controleren en handhaven. Ja, dat is uh, eigenlijk in 1988, denk ik, of 1990, is het WADA eigenlijk echt uh, opgericht. Dat is ja. Wereldwijd, het antidoping uh, Instituut. Ja. Um, daarvoor werd ook wel wat getest bij Olympische Spelen, maar uh, was het wat ad hocker, et cetera. Ik denk, uh, het was duidelijk. Dat er gebruikt werd destijds en dat het gevaarlijk was, dat er doden wellicht doorvielen en dat mensen dachten: dit moeten we in goede banen gaan leiden. En uh, nou, dan daarmee is eigenlijk het WADA opgericht en een dopinglijst. En ja. die dopinglijst, ja, die is in de jaren alleen maar gegroeid en gegroeid. Er staan ontzettend veel middelen op, ja. van anabolen tot EPO. Drie criteria, tot, toch? Waarom ja, iets op de dopinglijst staat? Het is nummer één. Uh, Prestatie bevorderend. Ja. Uh, twee, schadelijk voor de gezondheid. Ja. En uh, drie is against the spirit of sports. Ja, en die is heel nee. ingewikkeld, want daar kun je enorm over filosoferen. En dan zeggen ze: een middel dat erop staat, moet aan minimaal twee van deze voorwaarden voldoen. Ja. En er wordt nooit gezegd welke dan uh, nee. horen bij het bepaalde middel. Waarom die erop dus. staat? Het mooiste feitje uit aflevering 44 met Douwe de Boer vond ik dat hij zei: jo, De enige stof ja. waarvan echt wetenschappelijk is aangetoond dat het prestatiebevorderend is, is cafeïne. Ja. En die staat maar dat niet is meer er inmiddels nee. vanaf gehaald. Daar nee. ja. had het we wel in de gaten, ja, dat is niet te controleren. Nee. Dus dat is het andere. Ja, hoe ga je het controleren? Ja. Ja, en we dat... kennen de beelden van uh, topsporters dus die moeten naar de dopingcontrole, die worden dan meegenomen. Door iemand naar de finish die moeten dan in een ja. potje plassen. Ik heb geleerd van de uh, e-learning: die chaperon of degene die jou begeleidt, die blijft bij jou vanaf het moment dat je geselecteerd bent mm -hmm. tot in het plashokje. Heb, dus je, je, me heb je helaas eigenlijk mee het allemaal niet meegemaakt, maar dat dat, dat <laughs> daar maken ze een punt ja. van. Want dat, dat wordt ja. natuurlijk vaak discussie. Ja, wel ja. top. Ik wil zelf plassen. Nee. Diegene blijft erbij zijn. Je moet er ook blijven tot je geplast hebt. Ja. Um, een A- en een B-staal. De A-staal wordt getest. De B is reserve. Kennen we ook wel uit de media. Ja. Uh, dus dat is de controle tijdens wedstrijden. Ja. De zogenaamde in-competition. Ja, precies. Maar meneer de Souza zegt ook al. Ja, maar wat wij die atleten aandoen, ja. dat is niet te doen. Want daar zit veel meer in. Ja, ermee, je, toch? Moet die, je, je hebt die whereabouts. Hè? Want wordt uh, out of competition. In het begin was het alleen maar in, of, ja, in competition. gewoon na de finish de winnaars testen. Maar ja, dat was makkelijk. Want dan dacht je, ik moet op tijd stoppen. En dan is het spul uit mijn lichaam. En dan uh, tijdens de controle uh, na de wedstrijd wordt niks gevonden. Nee. Dus uh, het werd steeds belangrijker van om buiten die competitie in trainingen of in een seizoen uh, te testen. We werden out of competition. Alleen ja, waar ze, waar die atleten die gaan naar Kenia of andere landen. Je ja, weet je, hè, waar trainingskampen, ze zijn. ja. Dus toen is eigenlijk het uh, idee van de whereabouts uh, opgesteld. Uh, geef aan als atleet, en dat gebeurt nu, waar jij uh, te vinden bent. Ja. Van maandag tot en met zondag. Uh, van acht uh, uur s ochtends tot uh, nou ja, misschien wel de 24 uur lang. Ja. En dan weten we je. Wellicht nee, volgens mij te niet vinden. 24 uur. Volgens mij over de. Nou, anyway, okay, maar niet ja. wat is blokken. En dan twee weken ja. vooruit. En niet alle atleten, hè, maar atleten binnen die op ja. een bepaald niveau uitkomen. Ja. Vallen dan in de categorie ja. die dat moeten. En, aangeven. en uh, nou ja, goed, dat, daar gaat het regelmatig mis dat dan zo'n dopingcontroleur op de stoep staat... en uh, de persoon in kwestie dan toch uh, niet, uh, niet daar is. Nee. En uh, ja, daar, daar kun je twee keer flikken... maar volgens mij een derde keer ja. missen. Ja, dan krijg jij ook al een straf. Is al een, 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 ja, een doping schending in feite. Ja. 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 Uh, ja, dus men heeft in de gaten van out of competition is belangrijk. Het andere is dat het bloedpaspoort is... Uh, is ook iets nieuws. Ja, ja, is ontstaan met het idee van ja... Met EPO met name of andere middelen is het is lastig om ja vooral lage concentraties microdosering EPO dus hele kleine hoeveelheden continu Dat pik je eigenlijk niet op daarvoor is het uh, ja, de 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 manieren uh, om om dat goed te, te meten, meten ja. die zijn uh, die zijn er niet dus wat we willen is eigenlijk aan de hand van je bloedwaarde iets kunnen zeggen van ja, aan de hand van nou, hoe, hoeveel nieuwe uh, rode bloedplaatjes gevormd worden. Uh, een beetje de vorm, uh, et cetera. Om daaruit te kijken van, zien wij hier een trend wat duidelijk aangeeft. Ja, in plaats van een trend ineens een, een scherpe toename of verandering in het bloedbeeld. Ja. Daar is wel heel veel, daar worden, ja, daar had Douwe het volgens mij het nog over, is heel lastig om daar mensen op te pakken omdat eigenlijk dat bloedbeeld verandert als jij op hoogte gaat. Ja. Of uh, verandert als jij even nou, te weinig ijzer hebt, zeg maar. Of ja. juist, en maar het is in feite dus... een hele reeks van metingen. Ja. Hè? Een bloedpaspoort het is eigenlijk een soort map met allerlei ja. periodieke metingen van je bloedwaardes. Ja. Waardoor je kan zien wat is eigenlijk normaal, wat is referentie. Maar bijvoorbeeld ook kan zien wat gebeurt er als je op hoogte gaat. Ja. Dan kun je dat uitleggen. En wanneer ik het, uh, het laatst weer terug hoorde komen, is dat bijvoorbeeld heel veel wielerploegen... De verstandige wielerploegen, laat ik het zo zeggen, het ook opvragen ja. als ze nieuwe renners ja, aankopen precies. en zo. Hè? Dus het is oh, bijna een soort preventief. Ja, nee, dat klopt. En dat, uh, alleen, ja, en dat is het fijne misschien, door heel veel uh, bloedwaarde te hebben en dus uh, in de loop van de tijd te meten, kan jij een heel mooi beeld krijgen. Dan kan je natuurlijk een beetje... Uh, uh, AI op loslaten, et cetera. <laughs> om eens te zeggen: van nou, ik zie hier en hier gebeurt echt daadwerkelijk iets. Wat het vaak ook gebruikt is dat ze hem gebruiken van of kijken: van nou, daar lijkt wat te gebeuren en nu is het zaak om even de komende twee weken wat vaker op de stoep te gaan bij die sporter. Dus een soort waarschuwingssignaal uh, wat afgegeven wordt. Om extra te controleren. Ja, en ja. eigenlijk volgens mij gebruik, kun je niet alleen dus naar EPO-achtige stoffen... dus echt de rode bloedcellen kijken, maar ook naar bepaalde hormonen... Anabole paspoort, uh, paspoort. Nou, ze probeert het eigenlijk voor allerlei stoffen. Dus als je dat bloed eenmaal hebt, dan kun je aan de hand eigenlijk van uh, ja, hoe, hoe zich dat ontwikkelt. En of daar ineens ja, uh, plotse grote veranderingen plaatsvinden... Uh, heb je eigenlijk iets om, uh, om die sporter uh, te pakken of in ieder geval uh, ja. beter te ja. controleren? En een laatste aspect, dat wil ik alleen even noemen, dan moet je maar gaan luisteren als je het interessant vindt. In, bij doping is ook wat ook in die lieder zit, vond ik ook fascinerend, omgekeerde bewijslast. Ja. Hè? Dus als er op een gegeven moment een test is en, en er wordt iets gevonden, ja. dan is het niet aan de dopingautoriteit om te bewijzen dat dat doping is, maar dan moet je als atleet Precies. in ja. de pen, in de papieren, in de contra-expertise, wat vaak veel geld kost. Ja om aan te tonen dat je onschuldig bent. Ja, en dat ja, klopt. En helaas met uh, Antoine Tolhoek bijvoorbeeld. Hè? Ja, hebben we ja, het kort ja, over gehad ja, in deze podcast. Uh, ja, aan hem van, uh, ja, hij, voorlopig mag hij gewoon niet fietsen. Uh, ja, de vraag is, als hij in verweer gaat, van, uh, ja, uh, wat wordt zijn excuus? Of wat, wat is, wat, waar we, hoe gaan, kan hij uitleggen dat dan dat anabole steroïd... in zijn uh, urine terecht is gekomen? Ja, daar is het verwijt eigenlijk natuurlijk van. Ja, allemaal leuk en aardig. Als jij heel veel geld hebt, een ja. grote ploeg achter je, goede advocaten. Lees in het geval van Froome destijds, of nou ja, uh, nog meer van die, die sporters die uiteindelijk onderuit komen, ja, dan, is het, dan kan dit systeem prima uh, werken. Uh, alleen juist voor de, 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 de armere uh, ja, amateur-sporters. Ja. ja, die ja, heeft ja. gewoon uh, dat geld niet en die, dat is het einde carrière en niet alleen, die mag zich niet meer op sportterreinen überhaupt. Vertonen en uh, ja, dat, die wordt echt aan de schandpaal uh, genageld. Ja. Nou, nog, uh, nog één opmerking, want dit gaat allemaal over doping in de elitesport. sport. Ja. Uh, het is dus al lang niet meer zo dat als jij een of ander pepmiddel pakt, dat mm -hmm. je opeens wint, nee. maar wat je veel meer ziet is dat dus inderdaad microdosing noem je al, of ja. dat je dat je kleine uh, doseringen of dingen doet, zodat je eigenlijk meer en beter kan trainen. Want dat is natuurlijk ja. ook een naïef idee ja. dat doping opeens zou zorgen, eh, ook voor onze Australische zwemmer, dat hij niet meer hoeft te zwemmen. Nee, je moet nog steeds. Talent hebben heel goed kunnen sporten. Alleen doping zou kunnen helpen om grenzen net iets makkelijker of verder te kunnen verleggen. Ja. Ook met heel veel training. Ja, ja wat, wat zeggen ze altijd? Van een pak ezel maak je geen racepaard nee. uh, met doping. Nee. Maar je kan een racepaard wel wellicht harder ja, laten rijden. Precies, ja. ja, ja. En uh, nou ja, kijk, het blijft wel, uh, vind ik uh, fascinerend om, uh, um, um, nou ja, doping nieuws is nooit ver weg, hè. Uh, ik, ik heb me natuurlijk geabonneerd op bepaalde sites die dat allemaal netjes bijhouden. En het is gewoon elke week natuurlijk raak. En wij horen natuurlijk alleen maar de, 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 de grote gevallen, misschien zo'n Tolhoek of die Miguel Anguil uh, Lopez. Ja. Maar als je bijvoorbeeld en toevallig je... Uh, onlangs ook nog uh, vorige week een uh, Olympische schermster, ja. maar die komt wel groot dit nieuws omdat het een bijzonder excuus heeft zijn gekozen. Misschien ja. is het waar, weten we niet. Mag ze bewijzen? Maar voor de mensen die het gemist hebben, dit is een schermster die wil uh, naar de Olympische spelen in Parijs. Is nu ook een soort anabole stof gevonden en haar lijn van defense is. Nee, ik heb orale seks gehad ja. met mijn partner. Dat heb ik ingenomen en het is, het is, ik heb het via hem gehad. Ja. En het meest verpante is, is dat deze verdedigingslijn in het verleden al twee keer eerder is gebruikt en goedgekeurd ja, is. Ja. Dus dat lijkt me ook een duivels dilemma als sporter dat je denkt: oké, okay, ongeacht, ja. laten we, het kan waar zijn. Het kan ook niet waar zijn ja. dat ze wel iets heeft gepakt, maar dat ze dus kiest. oké, okay, ik ga dan maar met dit verhaal naar buiten. Ja, dat is de vervuild vlees is er eentje van. Of uh, per ongeluk pilletje van mijn vrouw uh, geslikt. Of ja. uh, mijn moeder was aan het koken en die, uh, ja, die heeft per ongeluk haar, haar pilletje door in, het, is in het eten beland. Ja, precies. Nou ja, je hebt de, verhaal. De mooiste uh, natuurlijk uh, uh, verklaringen. Hey, nou zou je kunnen zeggen: amateursporters, die vallen niet onder de autoriteit. Dus uh, jij en ik kunnen pakken wat we willen. Wat ik al zei, we gaan zo even aan Guido Vroemen ja, vragen. Waar, toch, ja. Waarom dat een slecht idee is. Maar ja, waar ligt die grens? Want we hebben laatst. Uh, we destijds begonnen, trapten we af met uh, het verhaal van Hienke Schokker. Hè? Ja. En dan was het Een, een amateur. Ja. Nou, ja. een serieuze amateur, amateur zeker. Die ja. tragisch verhaal werd gepakt bij de Nederlands kampioenschap 100 ja. kilometer. Ja. Dat won zij. Maar zij werd uiteindelijk positief op doping bevonden. En later vrijgesproken, moet ik erbij zeggen. Als, uh, als Hink nog steeds wel eens luistert. Ja. Uh, omdat zei inderdaad een medicijn in haar bloed had, waar ze eigenlijk een, een doktersverklaring uh, voor had, ja. maar die had ze papier technisch niet op orde. Maar ik kwam bijvoorbeeld, ja, ik, dit, is, nou ja dit is waarschijnlijk, uh, ik dacht, uh, dat zal Thijs Zonderveld wel eens een keer uh, iets over geschreven hebben, maar de, die AIU, de Athletics Integrity Unit, die is de laatste jaren echt, daar uh, hadden we het uh, destijds ook met Marco over, heel fanatiek bezig uh, in de atletiek. En uh, met name, nou ja, als je kijkt naar de mensen die nu geschorst zijn, dan praat je over 24 kantjes met pak een beetje 20 namen. Ja. Een gigantische lijst. Heel veel India, Kenia, Rusland. Zoals we wel vaker horen. Maar daar kom ik ook een Nederlander tegen. Ik denk, hè, waar ken ik hem van? Uh, Vester van Heiningen. 24-7, 2023. Uh, bij de Open Haarlemse Zondagwedstrijd in het Pum. Pim uh, Mulier Sportpark in Haarlem. Gewoon een okay. competition test. Dus ik denk nog steeds dat er ook... Ja, maar nou ja, ik weet niet hoe goed heb hij je, was. Heb je iets dieper in het Vraag van nee. Vester gedaan? Nee, of niet. Je, je, zijn newscore, naam viel je op. Ja. En hij is voor twee jaar geschorst op uh, Bromantan, een bepaalde stimulans. Dus ja, het, uh, ik weet, ja, ik weet niet of het zo scherp is dat alleen maar de controles plaatsvinden bij die topwedstrijden. Uh, ik denk het niet. Dat er ook nee. dus bij dit soort wedstrijden. Nee, maar het was mijn bruggetje naar het laatste onderwerpje voordat we naar Guido gaan. Dat is dat je zegt dat hormonen suppleren ja. tegen uh, anti-veroudering. Mm -hmm. Je hebt het al kort genoemd. We hebben toen kort genoemd. De, in Amerika schijnen allerlei oude kerels testosteron te nemen. Ja. En dat zou hun veroudering tegen gaan. Wat, wat heb je nog meer gevonden? Ja. Nou ja, dan ga je denken: van. Uh... En, en is dit een <laughs> goed idee, Jurgen? Kan je nou ja, ik mag... ga jij dit ook doen? Ik mag zeggen: ik, uh, ik ga geen namen noemen. Ik kreeg laatst inderdaad een berichtje van uh, een vriend van een vriend. En die zei: Hebben uh, jullie al zo'n aflevering gemaakt over suppletie? Ik zei: uh, Nou, vraag je dat voor jezelf of voor een vriend? <laughs> nou, bleek toch voor zichzelf te zijn. Want een uh, uh, middle-aged man. Uh, ja, een beetje futloos, weinig energie. Uh, en had het gevoel van uh, dat hij uh, nou ja, laag zat in zijn testosteron. Dus toen heb ik wel wat. Wat, wat een normaal verouderingsproces ja, is. Zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, heb ik wel wat dingen voor hem opgezocht. En ik zei, nou, misschien moet je daar eens gaan praten. En dan kwam ik uit op uh, er is ooit uh, vanuit Haarlem, uh, Vu Haarlem. Uh, begon op de vuur pim de ronde is een endocrinoloog en een uh, promovendus bij hem is zit uh, de diederik Smit. nou ja die hebben destijds de haarlem studie opgezet omdat zij iets hadden ja eigenlijk hun insteek was meer van we weten dat bij de sportscholen veel anabolen gebruikt worden mm -hmm. Uh, ja, we willen eigenlijk die mensen goed informeren. Maar... En toch even, voordat ik daar weer de directeur heb van, uh, van de sportscholen... Ja. Uh, die luistert ook uh, aan de lijn heb. Dit is op basis van onderzoek, hè? Ja. Dit onderzoek heb je wel eens gedeeld. Is onder in sportscholen gevraagd. Ja, het... Gebruik je wel eens wat? Wat was het? 44, in ieder geval, hoge cijfers. Ja, maar daar Dat waren... zeggen wij niet als stereotype. Dat waren supplementen. Maar ik heb hier het getal, wat zij zelf inderdaad ook uh, naar voren hebben gebracht. Mulier Instituut, 400.000. In Mensen ja. die bekennen in een onderzoek. Ja, beken, Ik weet nee, niet hoe het goed uit. Dat hebben ze natuurlijk gerekend. Ja. 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 Schattingen van. En dan gaat het puur om anabole steroïden. Precies. Dus zij hadden zoiets. Ja, je, in, de, we kunnen dit niet stoppen. Nee. En dat is in Nederland mag je namelijk die spullen hebben en gebruiken in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk, andere Scandinavische landen. Daar uh, ja, dan is het gewoon verboden. Dan is het uh, word je gestraft. Mm -hmm. dan word je, dus ze zeggen, dit is gewoon gaande, uh, ja, maar je wil niet dat, mensen, uh, dat er een wildgroei is, dat ze verkeerde spullen nemen en dat ze in ieder geval geïnformeerd worden over, ja, wat doet dit met je lijf? Ja. En zij ze zeiden, er is eigenlijk, kan je geen wetenschappelijke studie netjes opzetten waarbij je een controlegroep hebt, ze zeggen, jullie mogen niks en jullie gaan we heel gecontroleerd dit mailtje geven of dat mailtje. Dus zij hebben. Waarom gedacht, kan je dat niet opzetten? Omdat het experimenteren. Medisch met... Medisch ja, oh ethisch. Ja, precies. Medisch ethisch is het natuurlijk. Uh, ja, Mag dit en, niet? Nee. Dus wat uh, toch even begrijpen waarom niet eigenlijk, want zo doen we toch alle pillen, maar omdat dit niet een ziektebestrijding is of zo. Nee, precies. Exact. Dus je bent geneesmiddelen aan het toedienen aan mensen die ja. gezond zijn en dat mag niet. En precies. En dat is wat er gebeurt. In principe zijn dit gezonde mensen die gebruiken. Dus wat zij gedaan hebben, zeiden: Nou uh, gebruik jij uh, anabolen, ja. ga je naar de sportschool, meld je aan en dan uh, voor een wetenschappelijk onderzoek. En ze in de eerste instantie, die Haarlem-studie, duurde 4, 5 jaar. Uh, ze pakt het niet zo aan door te zeggen: Oké, okay, jij bent de controlegroep, jij mag niks. Uh, jij mag alleen maar die middelen zijn. Nou, wat we willen is: uh, jij gaat gewoon doen waar jij, wat je normaal ook doet. Mm -hmm. wat je slik, wij noteren dat voor je. Je moet wel beloven om na een bepaalde tijd, en dat was toch nou ja, na een paar maanden al in ieder geval even te stoppen. En dan gaan we eens kijken van, uh, ja, wat er precies met je lijf gebeurt en uh, Hij, hoe Ze gingen op zoek herstelt. naar veranderingen ja. met wel middel, niet meer. Ja. ja, en uh, nou ja, en zo hebben ze een paar jaar een, een groep vervolgd, Even... die op en af. En steeds, nou ja, ze zeiden er is een, echt, een, wat ze gebruiken is niet normaal, want naast die anabolen waren er ook groeihormoon en noem maar op. You know, ah, Oké, okay. daar schrokken veel. ze ervan. Ja. Even tussenvraag, deze studie gaat over anabole steroïden. Ja, ik begon bij jou over testosteron-suppletie. Is dat hetzelfde? Ja. ja. Ah, dat is een andere term voor hetzelfde. Ja. Oké, okay, ja, dat wist ik ja, even niet. Ja. Ja. Nou ja, daar hebben ze gedaan. Dat is gepubliceerd. En dat zijn, ja, ze zijn toch wel een beetje trots op het feit van. Ja, wij zijn eigenlijk de eerste wetenschappelijke studie die. die eigenlijk iets kan zeggen over. Ja, nou. het gebruik hiervan. Uh, en ook nou, kudos toch ook voor de proefpersonen die zo open en eerlijk zijn geweest om ja. dit te delen met die onderzoekers. Ja, die wilden dus dat ze hadden toch zoiets van nou uh, ja, ik wil misschien goed om af en toe gecontroleerd te worden, want ook met uh, to, ja, in, de, in de toekomst wil ik misschien wel vader worden. Ja, maar op. Wat vonden ze? Honderd, uh, het ging om honderd mensen, uh, onder andere Filemon Wesseling heeft zich toen aangemeld. Dus volgens mij heeft hij daar een, spuit en uh, slikken volgens mij ja. ook over gemaakt, toch? Ja. Een kuur in ieder geval duurde een paar maanden. Eh, wat ik al zei, sommige hoge doseringen, eh, verschillende eh, stoffen, ook dus met groeihormoon, eh, stimulantia erbij. En toen eigenlijk naar dat cel gekregen. En het grappige is, of nou nee, grappig, eigenlijk hadden ze ook vragenlijsten. En zij zei, al die gebruikers zei ja, die rapporteerden het zijn als positief. De meeste, hè. Want... want ze kregen also, meer spieren. Juist. Uh, dus de, de, van wat doet dat met, met je lijf? Nou uh, ja, le, fijn, want ik heb meer spieren gekregen. Daar ging het mij ook wel om. Uh, ze hebben gekeken naar stemmingwisselingen. Die waren er eigenlijk niet. Dat werd soms zelfs gedacht. Uh, depressie ook niet echt. Dus nou ja, de, vandaar dat de algemene beeld vanuit die sporters was: ja. Uh, lekker spul, heeft me, heeft me echt geholpen. Nou ja, zij gingen natuurlijk een laag dieper en ze gingen ook allerlei uh, medische parameters, gezondheidsparameters meten. Ja, die waren een stuk minder positief, laat oh, ik ja. het zo zeggen. Want uh, ja, heeft dan toch allerlei bijwerkingen. Uh, acne, nou ja, vochthas houden heel veel, borstontwikkeling bij mannen. Uh, en leverfunctie gaat toch wel iets omlaag. Uh, ja, of dat positief is of niet. Uh, ze kregen tijdens die QR meer libido, maar daarna zakt het echt behoorlijk toen ze... Even Als je het stopt gebruiken. stopte, ja. Oh ja. Want eigenlijk, wat er gebeurt. Dus je is krijgt er je... puisten van. Je houdt vocht vast. Ja. <laughs> je leven gaat onderuit. Ja. En als je de spul niet meer slikt, dan heb je geen zin meer in seks. Ja. En wat, uh, ja. En wat, wat er gebeurt, is eigenlijk natuurlijk. Je, je lichaams-eigen testosteron. Ja. Dat wordt stopgezet. Ja. Want, want dat lichaam, lichaam denkt: denkt, er denkt is van, je van, ik heb toch genoeg. Ja. Kijk in het bloedbeeld. Ja, dan gaat dat hematocriet omhoog. Dus krijg meer rode bloedcellen. Positief. Uh, ja. Maar dat gaat best wel significant dus ah, uiteindelijk omhoog. dik ook. bloed of zo. Nou ja, als je lange, dat is, nou ja, uh, ik keek nog even op de site die er nu is, die van, van hun, de Health Android Clinic, zit volgens mij in Utrecht of de Anabolopolie in in Tilburg en Haarlem. Ja, dan, dan kun je als gebruiker nu van uh, anabolen, kun je bepaalde pakketten bij hun afnemen in de serie uh, van, van 100 tot 500 euro per jaar. Waarbij zij jouw bloedbeeld onderhanden gaan checken of andere metingen gaan doen van bijvoorbeeld hartfunctie. En uh, wat zij ook doen is een uh, aderlating. Ik denk, huh? we leven toch niet meer in de middeleeuwen? En dat is omdat soms dat, uh, dat bloed toch te stroperig aan het worden is. En oh. dat iets zoveel. Uh, dus dat is echt een effect wat je krijgt als je heel veel, heel lang anabolen neemt. Dus dan moet ze gewoon even wat, uh, wat bloed uh, weglaten uh, stromen en dat weer verdunnen. Dus uh, dat gebeurt er dus ook. Niet als je een paar maanden gebruikt, Een lichte toename heen, bloedstolling verandert. Maar je hartfunctie wordt ook een stukje minder. Uh, verandering in. Uh, wat is je hartfunctie, wordt een beetje minder. Ja, je hart wordt wat stijver, de hartwand. Dus okay. uh, Stel ja, zou je kunnen voorstellen, op een langere termijn. Ik zit de hele tijd terug ja. te denken aan hoe we uh, dit de zijpaardje inliepen, namelijk mannen op oudere leeftijd... Mm -hmm. die eventueel overwegen om te beginnen ja. met dit soort subletie. Nou ja, dan moeten we even de nuance hier maken. Dit gaat natuurlijk om grootgebruikers ja. van mensen die nog jong zijn. Exact, dat hoor dus, ik. Dus daarom zit ik te denken, als ja. die al lichte hartverslechting krijgen... wat betekent dat dan voor ja. een hart op leeftijd? Nou ja, ik denk dat daar dus het idee is... ja, maar als je dit medisch controleerd doet met... Klein hoeveel testosteron vergelijkbaar met wat jij, wat jij en ik uh, nu hebben. Jij meer dan ik misschien, maar... Uh, ja, ja het... dat, je, dat je het op niveau haalt ja. in plaats van... Dus de, precies. Dus supletie omdat je gewoon te, uh, zelf te weinig aanmaakt. En, en die andere dat waren natuurlijk ja, dat, waren, dat was een experiment bij wijze van, omdat die gigantische hoeveelheden mm -hmm. gebruiken. Mm -hmm. Maar dit kan dus in ieder geval gebeuren bij uh, ja, gebruik van uh, behoorlijke hoeveelheden anabolen. Ja. Nou, uh, ritmestoornissen mogelijk. Dus uh, zij, zij waren wel duidelijk ja jongens, dit moet je, hier moet je ontzettend mee uitkijken. Uh, en dat is denk ik wel de boodschap ook voor de, voor de luisteraars. Ja, uh, dat positieve gevoel kan fijn zijn, meer spier. Maar de nadelige gezondheidseffecten, ja, die zijn, die zijn er echt wel. Nou ja, het goede nieuws voor hun was dat na een jaar in ieder geval alles weer hersteld leek. Was. Oh, ja. dus omdat ze dus die studie zo lang hebben kunnen doen. Ja, je kan als je nu luistert en schrikt stoppen dus, en het lichaam kan ja, zich herstellen. Ja. En dat is of je kan een kuurtje doen voor een paar maanden even voor, uh, voor de zomer, als je er goed uit wil zien op het strand. Yo, uh, nou ja. ja, ik weet het. Ja. Uh, nou ja, dit, ze, de vervolgstudie is nu gaande. De resultaten zijn er niet. De Harness-studie, Harness-studie. Dan gaan ze echt proberen om mensen beter ja, echt te begeleiden en een beetje in het gereel te houden. Om dan te kijken of het van op die manier toch. Nou ja, ze willen. Ze wil, nou, ze zijn toch wel geschrokken, denk ik, die onderzoekers van. De manier waarop er, hoe roekeloos er, eigenlijk in sportscholen soms wordt omgegaan met, met doping qua concentraties, qua stoffen bij elkaar stoppen. Dat eigenlijk nu de fase is van. nou, Als mensen dan toch willen, en dat willen ze, dat is onontkoombaar. Kunnen ze dan, dan met de kennis die we nu al een beetje hebben, eh, toch op een bepaalde manier beter. Uh, begeleider daarin. Ja. En dan is de cirkel wel rond, want mm -hmm. dit is in feite wat meneer ja. de Souza precies zegt over de enhanced games. Ja. ja. Dus wie weet uh, is dit toch allemaal niet zo'n knettergek idee als we denken, <laughs> uh, mits het uh, gedoseerd en veilig gebeurt. En dat is nou helemaal de vraag die we met onze sporters gaan bespreken: kan dat eigenlijk wel? En uh, zelfs onder begeleiding van de arts. Uh, wat is uh, wel of niet een slecht idee? We gaan zo zoomen met Vroemen, Maar daartussen steken we natuurlijk altijd nog even onze twee stukjes luisteraars interactie. Okay. Allereerst onze nieuwe rubriek. Voor de nieuwe. Ik hou ze even op voor de kijkers op YouTube. Super lekkere, lichtblauwe slimmer presteren, snelle sokken. Wij doen een oproep aan jou. Noem ons één ding waardoor jij sneller gaat door slimmer presteren. Eén feitje, een inzicht, een beeld, een gedachte die je hebt opgepikt uit die meer dan 170 afleveringen. Vertel dat in ons in maximaal 30 seconden in een audiobericht. En word je gedraaid hier in een aflevering, dan krijg je van ons een paar snelle, slimmer presteren sokken. En anders kun je ze natuurlijk ook bestellen via de webshop. We gaan luisteren naar Gerard Val. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Miep, 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 Hallo Gerrit, Jurgen en Guido. Hier Gerrit Val uit Ravenstein. Wat mij onder andere is bijgebleven en wat ik nu regelmatig toepas, is het lopen met een Spotify-playlist van 165 bpm om mijn cadans hoog te houden. Aflevering 156 heeft mij daartoe geïnspireerd. Dat een hogere cadans de kans op blessures verkleint, heb ik echt gemerkt. Bedankt, groetjes Gerard van. Ja, dat ja. is leuk hè, want ja. dat was een aflevering die, waar wij nog een beetje dachten, nou dit is zo een in de categorie uh, semi-wetenschap over de effecten van muziek op sporten. Maar dit was wel een van de dingen die ook echt wetenschappelijk is aangetoond, dat je je pasfrequentie gaat aanpassen ja. op het ritme van de muziek. En uh, Gerard heeft daar uh, veel plezier van. Uit die aflevering hebben wij ook uh, toen opgeroepen om met luisteraars samen een Spotify lijst te maken. Weet je nog? De ja. slimme presteren ja. inspiratie bestaat nog steeds. Ik, ik, nog steeds. Ja. Af en toe zet ik hem nog wel eens op maar dat is wel een heel eclectisch, <laughs> heel raar ja. ding hoor. Dat ja. ik, ik vind het leuk dat we het met z'n allen gemaakt hebben. Maar dat komt ook door de muzieksmaak van Vroemen volgens mij. Van Vroemen ja. en van mezelf en van iedereen <laughs> en een aantal luisteraars. Als dus je denkt, wat? Dit? Maar ja, zo, uh, over smaak van niet te twisten. Over Vroemen gesproken, we gaan er bijna heen. Maar die luisteraars die meedoen, die wil ik ook even een zonnetje zetten. Je weet namelijk misschien, of niet, als je net luistert, deze podcast bestaat onder andere dankzij de donaties van de kopjes koffie of de hele pottenkoffie. Per jaar, die luisteraars ons geven. Dat kun je doen via vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. Doneer daar het liefst even 12 kopjes voor een jaar, dan krijg je er een van ons terug. 11 kopjes voor 33 euro, en uh, dan betalen wij maar één keer transactiekosten. Weet je wie dat allemaal deed, Jurgen? Nee. nee. Nou, zal ik jou vertellen. Joop Vriend heeft dat onlangs gedaan. En uh, Rob Pullus ook. Hmm. En uh, drumroll, ah. Na vele jaren veel uh, enthousiast luisteren, veel commentaar, veel aanvullingen. Uh, nadat ik hem tegenkwam in school. Johan Neven ja. ging ook naar die website, is nu ook lid van onder andere de WhatsApp groep uh, Amsterdam Haarlem. Dat nou, is toch een uh, atleet die laat zien dat je op oudere leeftijd. Uh, Nederlands kampioen op dit in, moment heen? op ja. de 10 kilometer. Gefeliciteerd, Johan. Maarten deed het ook. En Thomas werd ook vriend van de show. Nou, wil jij ook een keer zo genoemd worden? Surf dan naar vriendvandeshow.nl slash slimmepodcast. En wellicht zit jouw naam in een van de komende afleveringen. Genoeg luisteraars op het podium. We gaan zoomen met Vroemen. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Hey, goedemorgen, heren. Zo, hoe zit jij erbij? Voel je je ook een beetje opgepept met wat middeltjes? Nee. Opge nou, nee. Ik ben niet echt opgepept door wat middeltjes. Behalve de koffie. Dat ja. is iets het middeltje wat ik dan gebruik, maar. Verder uh, voel ik me niet altijd even jong en fit, om het zo te zeggen. Ah, maar dan uh, okay. de belofte van ja. de Enhanced Games is: de wetenschap is zo ver, <laughs> er zijn allerlei middelen. Jij bent ja. zelf een arts, dus jij kan gewoon veilig jezelf helemaal voldopen. En ben, ben jij al benaderd door uh, de initiatiefnemers? Want ze zoeken natuurlijk uh, en oud atleten, maar ook natuurlijk medici die die sporters een beetje kunnen begeleiden. En dan denk ik toch meteen ja. aan uh, dokter Vroemen. Oh, nou nee, ik denk dat ze ook ondertussen wel, uh, wel ge naar gezocht hebben en dat ze erachter dan komen dat dokter Vroemen een van de groenste sportartsen is, wat dat betreft. Die, doet het, die gebruikt eigenlijk nooit dit soort. Nou, ik, ik, ik grijp nooit naar dit soort spullen en ik ga dit ook niet um, helpen om dat quasi gezond te kunnen gebruiken. Nee, en dat is precies waarom we even gaan uh, ja. zoomen met dokter Vroemer. Ja. Want dat wil ik wel eens begrijpen. Hè? Want het ja. wat hier een beetje onder lijkt te liggen. Als, als deze meneer of deze Enhanced Games nou buiten de sportregulerende bodies laten zien dat het kan vanwege de wetenschap. Ja, ja. is natuurlijk maar een kleine drempel dat ik als amateur atleet niet uh, onderhevig aan dopingrichtlijnen. Gewoon lekker veilig yes. met mijn sportarts wat doping kan gaan gebruiken. Uh, waarom ja. is dat misschien niet zo'n goed idee, dokter? Nou ja... Zij creëren de gedachte dat als je, nou ja, je, je, als je je prestatievermogen wil omhoog krijgen, dan weet je als je doping gebruikt, dan kun je dat daar prima voor gebruiken en dan ga je beter presteren. Um, maar zij creëren daarbij een gedachte dat als je dat met een dokter samen doet, dat het dan per definitie veilig is. Mm -hmm. En ja, nou, dat toch? betwist ik, want ik, nou, ik, ik ben dokter. Man, je um, hebt twaalf jaar opleiding gehad. Nog ja, langer klopt. misschien. Nog en dat zou je misschien. nog niet eens kunnen? Kom op. En, hey. en, dan, en dan nog weet ik, doordat ik ondertussen zoveel geleerd heb, dat ik nog, nog heel veel meer niet weet. Ja. En dit zijn ook allemaal die dingen die je gaat toedienen in een, in een menselijk lichaam. Waarvan je denkt ja, dat je weet hoe het precies werkt, wat toch niet zo is. Hmm. En er komen toch altijd dingen. Um, of, uh, of gevolgen uit terug... wat dan bij de ene wel... Um, nou ja, goed komt... en bij iemand anders... fatale gevolgen kan hebben. Zo, is meteen wel heel extreem. Ja, nou ja, eigenlijk... en zo is het ook. Weet je, je kunt... nou, er zijn heel veel... <laughs> er zijn in het, vooral in het wielrennen natuurlijk... zijn er heel veel extreme... dingen gebeurd. En dat komt ook een beetje door het gegogel... van, van wielrenners zelf. Hè, die ja. een beetje... Uh, gaan hobbyen op die manier. Maar er zitten ook natuurlijk pipos bij die ook dokter zijn. En gewoon denken: van, nou ja, ik ben dokter en ik, ik ga je daarbij helpen en dan uh, is het veilig. Maar ja, daar zijn er uh, uh, best wel wat gesneuveld. Ja. Wil En ja. wat, wat ik dus een beetje de onderhoor liggen, Guido, we raakten er in de aflevering ook al kort even aan toen we het over medische ethiek hadden, is het toedenen van middelen van mensen, aan mensen die niet ziek zijn of zo. Daar, daar kom je in een, een vaag gebied, omdat je zegt, daar is heel veel onbekend. Ja, ja nou ja, eigenlijk weten we het ook, is het is ook heel veel onbekend aan. We, er worden heel veel medicijnen gemaakt voor mensen die ziek zijn, omdat ze iets nodig hebben waardoor ze mogelijk kunnen. Beter worden, genezen misschien zelfs. Ja. Ja. Maar dat weten we allemaal niet uh, helemaal. En nee. we hopen dat, dat, dat het aanslaat en dat het goed werkt. Um, en dat is dan voor de, voor de mensen die het, dan, die het dan echt wel nodig hebben. En dan ga je hetzelfde, ga je dan denken: ja, maar als het bij die zieke we misschien wel werkt, dan is het bij gezonde ook misschien wel zo. Ja. Maar ja, er zitten natuurlijk ook gewoon nou ja, risico's aan dat het hè, bepaalde zaken. Ontsporen of juist niet zo werken... als je gedacht had. Aha, dus het is hè? niet simpel het farmacotherapeutisch kompas volgen, deze dosering. Nee. En, uh... nee dat denk ik zeker niet. Kijk, als, het, als we het hebben over um, zaken die bijvoorbeeld de rode bloedcellen kunnen vermeerderen, EPO en dat soort mm -hmm. zaken. Ja, dat is niet alleen maar een rode bloedcel die dan hè, dat er daar een paar meer van komen. Het hele stollingsverhaal wat erbij ja. komt, hè, dat gaat ook gewoon overhoop. He, dat het gaat ook veranderen en dat kan ook ontsporen en dan heb je op een hele verhoogde stollingsneiging met nou ja allemaal stolsels in je systeem die ergens vastlopen. Ja, ja. en voor je tweeënvijftig Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja ja ja. Maar zij de 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 games uh, mensen suggereren ja. ja. we monitoren alles. We ja. monitoren ja. de hartfunctie. Ja. We nee. nemen bloedsamples. Ja. We exact. nemen MRI van uh, van de hersenen alles. als het nodig is. We scannen, scannen, scannen. Nou, dan, dan weten we zeker dat we de gezondheid goed in de gaten kunnen houden. Maar dat pretenderen zij ook. Dat dat zeg maar het verschil is met um, de gewone topsporters nu. Mm -hmm. Dat zij alles van tevoren hè, in kaart brengen en zo. Nou, ik weet niet hoe, hoe, hoe ver zij dan teruggaan in de geschiedenis. Maar weet je, dit soort dingen wordt allang bij alle sporters, zeker op hoog niveau, al gedaan. En ook gewoon bij. Nou ja, hele serieuze sporters. Uh, in, in de praktijk worden uh, duizenden sporters jaarlijks uh, bekeken met een inspannings-ECG, ademgasanalyse, uh, longfunctiemetingen, noem het mm -hmm. allemaal op. Moet ja. onderzoeken. Ja, ja, dus jij zegt: deze zogenaamde extra monitoring is helemaal niet extra, want dat is gewoon gemeengoed in de topsport. Ja, tofsport. maar dat is een beetje schijnzekerheid geven van de Enhanced Games. Om te laten. Nou ja, om een soort uitstraling te krijgen van wij doen dit voor de gezondheid. Ja, en nu en hoor ze ik dus, doen dus al... het natuurlijk. Zij doen het gewoon natuurlijk om de, uh, ja, weet sensatie. Ja. ja, dat is een van de motieven. We hebben al een beetje <laughs> proberen te zoeken naar de motieven. <laughs> ja. um, maar nu hoor ik al een belangrijke... Hè, een van de redenen dat we met jou hierover nu bellen is... Wat is eigenlijk het risico als ik als amateur... want, want daar hebben we het in de doping ook wel over gehad... Hè? Een van de redenen waarom doping ook verboden is... Ja. omdat het niet een voorbeeld moet zijn... dat zomaar ja. allerlei amateursporters ook middelen pakken. En ja. wat ik jou nu dus hoor zeggen... kijk, topsporters worden nou lettend gemonitord... eventueel mensen in een enhanced game programma ook... maar de gemiddelde amateur wordt niet regelmatig bloed geprikt... regelmatig ECG's gemaakt, weet ik het allemaal. Dus daar zit al risicofactor 1... dat je niet op tijd bij jezelf in de gaten zou krijgen... Kunnen krijgen uh, dat er iets misgaat. Ja, ja. ja. Nou, weet, dit is ook um, in de geschiedenis wel wel onderzocht. En met name bij bodybuilding, he, de sporten waarbij met name anepo-steramide gebruik um, aanwezig was. En daar zat ook natuurlijk een bepaalde. Ja, als, als, dat wil ik eigenlijk. Ik wil eigenlijk dat gaan gebruiken, maar wel onder controle van. Mm. bloedwaardes, als dat te hoog wordt en mijn leverfuncties gaan stijgen, hoew, dan moet ik uitkijken, want dan moet ik stoppen. Um, ja, dat geeft een bepaalde schijnzekerheid. Um, maar je, ja, je, bij dit soort dingen, als je iets gaat gebruiken, je kunt dit door bepaalde medische testen niet altijd Aha. Um, afdekken. Ja. Dus dan ja, niet dat ik daarmee iets ga suggereren helemaal niet, maar het feit dat we nog steeds natuurlijk uh, wielrenners hebben met plotse harddood. En er wordt altijd... Uh, dan uh, hebben in de, de media lelijke reacties op gehad. Nou, nee, mogen we nee, niet Dus dat heeft helemaal niks met doping te maken. Maar, nee, ook uh, niet. Want die worden wel uitgebreid getest. Alleen het is verdomd ja. lastig om nee. zo'n test... Ah, dat wil je zeggen. Uh, dus zelfs maar, sporters pikken, die onder nauwlettende ja. monitoring staan... kunnen plots een hartfale ja, krijgen. Ja. Oh, ik dacht even dat je ja, nee, daar Die nuance he. wil ik wel, uh, wel maken. Dat klopt, ja. want dat is ook zeg maar... Je kunt dit soort, bij dit soort... Nou ja, hè, uh, enhanced Games ook zorgen dat hey, je wilt het dan veilig doen onder doktersbegeleiding. Allemaal testen van tevoren doen. Maar ik kan mm -hmm. zonder dat ik met de Enhanced Games iets te maken heb, al mijn sporters die ik test, kan ik nog niet eens 100% zekerheid geven dat alles oké okay is en dat er nooit wat kan gebeuren. Nee. Ja. Dat kan ik niet. Ja. Dat nee. kan niemand. Ja. Je kunt wel bepaalde dingen uitsluiten, waarbij je denkt, ja, maar nu hebben we wel vrij zeker dat je goed in elkaar zit en dat we een kleine kans hebben dat, um, dat er iets gebeurt. Ja. Maar die kans is niet nul. En dat hebben we bij alle topfitte sporters, wielrenners, voetballers, alle voorbeelden die ondertussen geweest zijn met um, onwelwording, collapse op het veld, dat soort zaken. Die kun je echt niet voorkomen. Dat nee. blijft, denk ik, hè, dat, we zullen dit nooit op nul krijgen. Dat blijft gewoon, ja, dat, dat, vroeger kon je, gebeurde dat ook. Alleen er staat niet overal een camera op. Nee. Maar nee. je troont ja. vaak ook niet door. Hey, we hebben het in de aflevering, je noemde net al anabole steroïden, we hebben het in de aflevering even gehad over de HLM-studie, van tevoren ook even met jou over geappt, waarin uh, mensen Able. toch best wel zweren bij dat gebruik en daar positieve effecten van vinden, zelfs wetenschappelijk aangetoond. Ook Jurgen gaf hier aan allerlei mitsen en maren met inderdaad risico, bloedverdikking, hartfalen, weet ik veel. Is er vanuit jou daar nog iets aan toe te voegen als medisch advies om dat wel te doen, niet te doen, een bepaalde manier mee om te gaan? Hoe sta jij daar tegenover? En dit, is, op welk middel was dit? zei nee, ze waren eigenlijk... Maar ja. 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 Waarvan ik leerde, dat is eigenlijk hetzelfde als testosteron, testoster waar het over ging wat ze in Amerika gebruiken bij oude mannen om zich jong en vitaal te voelen. Ik denk dat er zeker een plek is in de geneeskunde waarbij suppletie van hormonen zinvol en zeker waardevol is, uh, uh, waarbij kwaliteit van leven natuurlijk beter wordt daardoor. Mm -hmm. het, het gevaar is altijd, ja, wie moet dat, wie heeft dat dan wel nodig en wie is het dan niet nodig? Ja, ja. En voel ik mij, ik denk ja, maar ik sta ook wel eens op dat ik denk, pff, man, ik voel me echt ook wel, echt wel gebroken en pijn uh, overal. Ik Denk, nou. Misschien moet ik ook maar even wat testosteron vandaag nemen. Dat is een beetje een, nou ja, een, een scheidslijn waarvan ik zeg ja, maar. Dat is niet echt helder uit te leggen wie dat dan wel zinvol en, en goed kan gebruiken en wie niet. Nee. En um, het wordt natuurlijk in de commercie uitgebuit als een, een, een wondermiddel, waardoor je gewoon heel lang fit en gezond kunt voelen, <laughs> zonder ja. verouderings... Uh... Ja, want even de praktische uh, tussenstap in, in dit voorbeeld wat je schetst. Is dat ook hoe je dit supplement gebruikt? Is het zo ad -hokkerig? Of was het een voorbeeld uh, uit de losse pols? Nou, ik denk dat het zijn absolute uh, mensen die baat hebben... bij een hormoonsuppletie zoals testosteron, omdat ze gewoon... Nou ja, bepaalde veel, nou ja, klachten hebben. Nee, in maar wat ik, wat ik bedoel ja. is. Werkt, even hormoon, een pilletje. Ja, ja. werkt het ook zo dat of als, de als ik s'ochtends bij mijn ontbijt een pilletje of een schepje ja, of een nee. poedertje ja. neem, dat ik me meteen een kick krijg? Nee, dat was iets te gemakkelijk voorgesteld okay, okay, okay. hoor. Maar ik dacht, dacht even, even nou, ja, snelle punten maken? Nee, nee, nee. Dat's... Een amfetamine pilletje. Ja, die wel, maar, ja. Dat ja, ja, is weer wat anders. Ja, dat werkt dan weer wel wat ja. sneller. Maar, nou ja, bij hormonen is het altijd wel met. Schommelingen en spiegels die ja. uh, een bepaald niveau moeten hebben. Uh, dus dat is... dat komt nogal nauw. Ja, ja en, die, en die variëren dus uh, van dag tot dag, van uur tot uur ja. mogelijk. Het is natuurlijk ja. een 24 uurs ritme. Dus het ja. is niet simpel een, een meting een keer een afkapwaarde hebben van hey, je zit onder de drempel, nou, we moeten suppleren. Maar dan moet uh, nee, maar een ik stuk zorgvuldiger ligt dat. Uh, Testosteron wordt als je. Als je een, een, een duursporter hebt um, en die, uh, die ga je een periode van twee, drie maanden heel zwaar laten trainen. Mm -hmm. En je zou voor die periode en na die periode testosteron prikken, dan is na die periode het heel erg laag. Mm -hmm. ja. Maar dat wil, dat, wil dat dan zeggen dat hij dat dan een tekort heeft opgelopen of dat hij daardoor eigenlijk testosteron nodig had? Dat ja. denk ik niet. Ja. Wat is er dan wel aan de hand? Nou ja, door het zware belasten zul je natuurlijk gewoon ergens tegen je grenzen van je eigen lichaam aanlopen. En doordat je waarschijnlijk een periode hard hebt getraind, waarbij het herstel onvoldoende is, ja, zal je het systeem eigenlijk uit, nou ja, uithollen, zeg maar slechter worden. Hè? Want je, je, je wil eigenlijk meer trainen en je hebt eigenlijk niet zoveel herstel ervoor ingeruimd. Waardoor je dus eigenlijk ook in je testosteron, wat je opbouwt, ...hormoon is hè, voor ja. je herstel... Nou, ...dat wordt eigenlijk steeds een beetje lager. Ja, ja. Dus je Magido, gaat ook steeds Magido, minder goed herstellen. Dit is toch en, een... ...bijna schot voor open doel dat ik dan zeg... ...oké, okay, maar dan ja, moet ik dus in exact. die maanden... Ja. ...wel even testosteron suppleren... ...want dan kan ik die, en ja. die training aan en fit blijven. Ja, klopt. Dan zou je in die gedachte... ...zou je dat zeker... Um, ...zou je dat zeker willen doen. Nou... Um, is testosteron niet zomaar zeg maar, een, een, een middel? Net alsof denkt, nou, weet je denkt: ik moet even drie extra boterhammen eten. Want dan heb ik iets ja. meer koolhydraten binnen. Want dan gaat het beter. Testosteron heeft ook heel veel andere nou ja, effecten. En ook um, invloeden op uh, diverse systemen. Dus daar kunnen ook nadelige effecten ja. van zijn. En als je dat zeg maar. Nou ja, eh, negeert en dat zou vrijgeven dat ze dat mogen gebruiken. Ik denk dat je dan heel veel problemen gaat krijgen. Omdat mensen dan denken: Ja, maar als ik eh, hard getraind heb en, eh, en ik moet, nou, laten we zeggen, weer twee shotjes eh, testosteron. Ik denk dat tien dan nog beter is. Want dan word ik. Dat gaat gewoon op die manier, dat weet je zeker. Ja, want en dus heeft... Het is natuurlijk ook zo. Ja, waarom staan dingen, hè? dat hebben jullie waarschijnlijk ook gezegd, waarom staan ze op de dopinglijst? Dat is natuurlijk omdat ze of prestatiebevorderend zijn, dat is het dan. dan. Of ze zijn schadelijk voor de gezondheid, dat kan het ook nog zijn. Of het is gewoon in, in strijd met de spirit ja. of sport. Hè? Ja. En dit is natuurlijk gewoon in strijd daarmee, want ja, um, waarom ren jij harder dan ik? Omdat jij een hogere zuurstofopname hebt. Ja, doei, dan ga ik dat ook zorgen dat ik dat krijg, want dan, nou, dan ga ik wel wat meer. Rode bloedcellen laten aanmaken. Dan nou, heb ik ook een hogere bloed, uh, of uh, VO2 max. Ja. Ja. ja, en toch is die, uh, die discussie, uh, die is volgens mij al, al, al jaren, ja. decennia lang, dat je ja. altijd de dopingdoctoren, en ik hoef geen namen te noemen, die daarna zei altijd: ja, suppleetie is ja. nodig, omdat topsport nou eenmaal gepaard gaat met. Nou ja, uh, verlaging van bepaalde hormonen. En ik als dokter heb dan de taak eigenlijk om dat weer uh, nou ja, en bij dit te stellen. Ja, en wat je te ook aanhaalt die drie criteria is ook topsport en, en dopingcontrole niveau. Mm -hmm. Maar ik zit dus ook heel erg te denken gewoon aan die serieuze amateur die dat recreatief doet en een goede tijd op zijn halve triathlon wil halen. Um, even iets wat me opeens te binnen schiet. Ik heb het nooit geprobeerd. Als ik naar de drogist loop. Kan ik daar aan uh, de steroïden kopen of is het illegaal in Nederland of hoe kom ik eraan? Nee, dat kun je niet weten toch eens kopen. Nee. Bij jou, Guido? Niet jou? Niet de hele tijd framen, want Guido heeft al gezegd dat hij er niks mee te maken ja. wil hebben. Maar je zou ja, dus als op... ik van die briefjes uh, als ik receptje, daar moet je recepten voor ja. hebben. Ja. ja, ja, dit is. Ik dus heb alweer iemand nodig die een recept mag schrijven. Ja. En, en dat die daaraan aan meewerkt. Ja, of aan en dat is bijvoorbeeld, ja, precies. Ja. Dat zou ik kunnen zijn. Ja. Maar er is natuurlijk een enorm illegaal circuit, denk ik. Ja. Ik weet niet, als je op internet gaat zoeken. Dan Alles kun, kun je ik, krijgen uh, op internet. Uh, wel bestellen. Ja. En ja. dat is dan zowaar nog risicovoller. Zeker. Want dan je weet, weet niet je wat het vandaan van komt, welke bron is. En, uh, je ja. weet ook niet wat erin zit dan hè? Nee. 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 Ja. Dat is het ook. Ja. Zijn er nog andere stoffen? Want we zoomen nu wat in op dat uh, testosteron aan de bodosteroïde, omdat dat dan in ieder geval in de Amerikaanse cultuur, misschien ook al wel hier in Nederland, ik weet het niet, ik ken ze niet een soort uh, Goed lijkt te gaan worden. Zijn er nog meer van dit soort stoffen die op de dopinglijst staan bij de elite, maar voor de recreatieve amateurs te pakken zijn? Nou, maar als ze op de dokenlijst staan voor de elite, staan, is het ook voor de amateurs, hè? alleen ja. zij worden niet gecontroleerd. Nee, nou, de kijk, hè, dat bedoel ik eigenlijk, want dat is een beetje de premisse van die enhanced games ook. Of in ieder geval, dat zie ik als een risico van die enhanced games. Dat als we daar een, een speelveld creëren waarin we zeggen: kijk, ja. dit kan allemaal. Dat ja. de amateur dan zegt. Nou, prima, doe ik dat ook, want nou, ik ben toch oh, niet ja, onder het misschien, IOC. Misschien Tramadol is een mooi voorbeeld. Dat is sinds ja. dit jaar was al iets eerder bij het wielrennen. In ieder geval dat het daar op de is een pijnstiller. Stond. Ja, maar ja. wel stevige pijnstiller. En is dus ja. nu officieel toegevoegd aan de WADA-lijst. Uh, ja, ja. De -lijst. ja uh, ook daar moet je officieel denk ik wel een verwijzing voor hebben, maar ik heb thuis nog wel wat liggen toen ik uh, van, vanuit mijn hernia, ja, zullen we ik... maar zeggen. Ja, ja dat, dat, is, dat is ook een voorbeeld. Ja. Dat, wordt, dat, is, dat wordt nog standaard vaak na operaties mm -hmm. gegeven. oxycodon ook. Ja. Ja. En dat zijn zware pijnstillers die, als je die na nou, een week of langer gaat gebruiken, dat je behoorlijk in de war kunt raken en een beetje van de kaart bent. Ja, ja maar dat is wel een mooi zijpad, Guido. Je het wat. Wij komen er ook af en toe mensen tegen, soms via de socials, soms in real life. Uh, die vragen hebben over sporten met pijnstillers. Ik ja. schiet dat altijd helemaal af, want ik heb volgens mij ja. wel eens van een nierarts geleerd dat dat een verschrikkelijk slecht idee is. Dokter, leg nog eens uit, want ik hoor toch mensen zeggen, nee, een of een aspirintje voor een uh, stevige sportwedstrijd doe ik altijd. Kan ik lekker diep gaan. Uh, ja. Waarom is dat ook weer best wel een slecht idee? ligt een beetje aan de groep van pijnstillers. Hè. Paracetamol is iets minder gevaarlijke uh, pijnstiller dan als we naar de NSAIDs gaan. De NSAIDs, dan hebben we de vo uh, Voltaren, ibuprofen, dat soort middelen. Um, die geven namelijk heel, um, nou ja, die geven een groot uh, uh, risico op bloedingen, Aha. met name in maag-darmgebied. Dus als je, hè, dat, dat heeft ook namelijk effect op, op uh, uh, nou, de, de bloedplaatjes en dat story, soort zaken, ja. de NSAID. Waardoor je dus sneller een bloeding krijgt, en in maagdarmbloeding, ja, dan, um, dan zul je dat kunnen zien, dus dat je nou ja, zwarte ontlasting hebt, of misschien zelfs nog wat lager op wat bloed bij de ontlasting hebt, of maagbloeding, dat, dat zijn geen kleine dingen die je kunt uh, oplopen. Oké, okay. dat specifiek bij de ibuprofenen. Ja. ja, en je zegt paracetamol, aspirintje tijdens de wedstrijd. Nogmaals, ik vind het een verschrikkelijk slecht ja. idee. Uh, maar ik hoor dus dat mensen het doen. Aspirine is toch ook een NSAID? Uh... Ja, dat is salicylzuur. Ja, volgens mij. Dus dat. dat uh, Hetzelfde uh, risico. Vergelijkbaar. Ja, risico. maar het, het wordt be, be, dat is bij paracetamol dan niet zo. Nee. 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 Maar uh, die, en het heeft dat toch ook je een nou, beetje, dat ja, een, nier, een belasting op de nieren. De nieren moeten uiteindelijk ja, moet ja. de, toch extra aan de slag, laat ik het zo zeggen... Voor de NSAID, ja, de en Het is een boven, beetje, ja. Neger. Goed, ik denk ook altijd, ja, als zo'n pilletje, denk ik, wow, ik kan dit pilletje wel nemen, nou, dan kan ik ook wel een ander pilletje nemen. Hey, ja, dat wel, heb dus, ik ook, dus, hè? Uh, volgens mij wil je niet sporten ja. op medicijnen. En tegelijkertijd pak ik wel een multivitamine. Nou ja, en, we, en dat vind ja, ik dan wel normaal. En we zeggen altijd, uh, de pijn is een signaal, toch? Het lichaam uh, laat weten van, hé, hey, er is iets gaande waar ik, uh, waar ik niet van gediend ben, want dat kan eventueel lange termijn of kan schade geven. Dus uh, doe er wat mee als lichaam. In het geval van sporter, uh, rem wat af of, of stop of uh, noem maar op. Ja. En dat, dat ga je door middel van zo'n pilletje toch een beetje, denk ik, in de war schoppen. Ja, gaat, ik weet uh, niet, kijk even naar de sportarts. Nou ja, kijk. Um, die paracetamol, daar wordt hij zeker. Ik denk, ja, dat, ik denk dat daar ook veel meer placebo-effect aan zit. Hmm. Uh, dat je als je dat neemt, dat je denkt: ah oh ja, maar nu heb ik dat, nu kan ik wel ja, 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 meer ja, de pijn aan. Als, je namelijk als, zon, als mensen echt pijn ergens hebben en je zegt tegen de mensen: ja, neem maar twee keer 500 milligram paracetamol. dan hoor je al meteen van ja, want dat doet niks. Daar heb ik echt helemaal niks aan. Terwijl als je dan naar zo'n bed. denk ik: ja, maar ik moet wel paracetamol van tevoren nemen, want dan kan ik wat dieper gaan. Dan denk ik: ja. En nu wel. Ja, ja. Ja. Maar ik merk een dus, beetje wat, aan jouw reactie. Het gebeurt dus wel. En jij zegt ook niet meteen. Dat is meteen gevaarlijk. Zolang je dat maar uh, normaal en bij één paracetamol. Nou ja, zorgt. ik zeg als je dus ergens. Hè, met name hè, de paracetamol. Een gram bijvoorbeeld. Als je een gram paracetamol voor een wedstrijd zou nemen. omdat je denkt. Nou, ik heb ergens pijn. Uh, 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 daar last van. dan is dat niet direct gevaarlijk. En NSAID zeg ik altijd. Nou, doe dat nou maar niet. Nee, bij inspanning. Ja. Dat is want dat heeft wel gewoon effect en daar kun je gewoon best wel last van hebben um, en eventueel mag daarom klachten bloeding uh, ja. van krijgen mooie ja. ja, aanvulling toch want het ja. is toch een onderwerp nee, wat zeker. af en toe zo de kop opsteekt en ik ben inderdaad ook vrij rigide in, moet je niet doen maar dan krijg ik tegenwerpingen, no, doe het altijd of het gebeurt best nee. ja, maar er zijn, ja, dat klopt, er zijn altijd mensen die zeggen dat, ah joh, dat kan allemaal geen kwaad en uh, brr, dus uh, ja dus ik kan dan wel zeggen, nou ja, dit um, kan wel kwaad en dan uh, het ja. is toch <laughs> het ligt aan de, 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 de eigen wijsheid, want sommige mensen denken ja, ik doe het toch. Twijfel of ik dit uh, in een microfoon moet gaan zeggen, maar ik ben al begonnen. <gacht> okay. Een van de dingen die ik natuurlijk wel ontdek dit jaar met kort en hard, ik heb het laatst ook op uh, mijn social media geschreven, dat is wel akelig mentaal. Mm -hmm. He, als je nou hebt over dat signaal, dan moet ik aan denken als jij dat zegt, dat lichaam dat schreeuwt ja. aan alle kanten, stop hier eens mee. En het spel is om daar, om daar ja, toch precies. op een of ja. andere manier op z'n minst nog vijf minuten langer mee te dealen, ah. zodat je bij die ja. finish komt. Ja. ja, weet je, dat zit hem natuurlijk. Als je in het langere gebied zit, dan heb je meer steady state. Hè? Dan zoek je een bepaalde evenwicht op, waarbij ja. je, nou, je, dit kan, kan ik goed volhouden. Ja. En dit doet niet. Enorm, hè, het is zeker pitter, maar het is niet zo zwaar dat ik denk: oh, ik moet over een minuut stoppen. Ja. Exact. Ik en kan bij je dit... vertellen, als je zes kilometer, waarvan je de eerste ja. kilometer veel te hard start, ja. dan heb je vijf kilometer lang. Kappen! Ik kan niet meer, ik kan niet meer. Oh, ik ben veel te hard gestart. Oh, ben ik er al? Ja, dat, ja. ja, ja. Weet je, maar dat is uh, de strijd die je onderweg dan uh, moet voeren. Zeker, zeker. Nou, en daardoor, maar ja, ik wil het niet uitspreken, want ik wil het niet doen. Maar het, het heeft zich in mijn hoofd genesteld. Dat is toch een klein ja, ja. pilletje paracetamol dat een scherp randje af zou krijgen. Maar nee, ja, niet zo. Ja, maar het ja dat placebo effect zeg ik toch? Ja, ja dat is waar. <laughs> ja. Het gaat dan toch wel een beetje helpen, maar het wordt echt niet comfortabel hoor. Nee, eens. Nee, Want dan ga je te langzaam. Die, hè, dat is het tegeltje. Ja. Als het comfortabel ja. wordt, dan ga je te langzaam. Nee, ja, dan ga je echt te langzaam. Want dan ga je gewoon zo langzaam dat je denkt: ja, maar nu, nu vind ik het alweer lekker. Ja, past. Ja. Je had veel harder gekund. Precies. Nou, ik liep wel uh, onderweg te denken in Drieberg hoor. Ik ga wel weer uh, naar lang en langzaam. Want dat RPE-10. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Jonge, wat, wat je? je ja, moet knallen. Ja. Nee, okay. zeker knallen. Ja, nee, daar was het zeker. Weet je wie er ook gaat knallen? Aanstaande zondag, tenminste. Dit komt uit op 15 maart. Zondag 17 maart is er een mooi evenement in Amsterdam. Zetten ze de Albert Kuip af. Nou ja, er is op zondag ook geen markt. En daar is een, uh, een relay-evenement met teams van drie lopers. En die moeten om beurt vijf uh, keer 500 meter zo hard als ze kunnen over de Albert Oeh. Kuip. Ja. En, shout-out naar het uh, slimmer posteren chapter Amsterdam Haarlem. Die hebben een team aan de start gebracht. En uh, als het even kan, dan uh, ga ik proberen naar Amsterdam te gaan en ze aan te moedigen. Ik durfde op het moment dat ze zich inschreven, kon ik me niet in het team melden. Ja. Maar, um, dus dat is uh, een leuke chapter-activiteit, wat vrienden van de show met elkaar ondernemen. En ditzelfde weekend, ook aanstaande zondag, gaat chapter Utrecht... Uh, met elkaar de trail van Renen naar Driebergen lopen. 30 kilometer, tempo 6,5. Mocht je nu denken: hé, hey, leuk, ik wil wel aanhaken. dan uh, moet je even via de WhatsApp-community contact zoeken met Gilles Stoop of een van de andere Chapterleden. Als je nu denkt: waar gaat dit over? Dit is dus wat vrienden van de show met elkaar doen. Hè? Steeds meer plekken in Nederland zoeken ze elkaar op, samen naar evenementen, samen trainen. Superleuk. Dus uh, ik hoop uh, dat ze verder van de pillen en de geneesmiddelen af blijven. <laughs> <Ja. laughs> nou ja, maar ik denk dat de discussie wel op gang komt. Maar, uh, ja. Kunnen ze het dat rustig het eens zien. even over ja. hebben met elkaar? Hé, hey, ik, ik wou, ja, tot slot. Guido, uh, de, die NHL games, komen die er überhaupt, denk jij? Of wordt dat gewoon echt een. vast uh... wel. Vast ja. wel. Weet je, als er zo iemand achter zit met gewoon. Die, die zoveel centen heeft, die denkt, nou, ik vind het wel mooi omdat we dit gaan doen. Ja, dan gebeurt dit. Weet je, er zijn mensen die hebben gewoon. Nou ja, die zijn zo loaded en dat is, nou, die willen ook naar Mars en uh, de, nog ja, verder en weet ja, die ik manier, wat. Die dan, precies, dit ja. gebeurt ook. Ja. Weet je, dat, dat, ja, ik wil eeuwig jong blijven. Ja. Dat, dat je denkt: ja, tuurlijk. Um, volgens mij, als jij eeuwig jong blijft en je bent dadelijk 120 en je ziet uh, um, uh, mensen zelf om je heen die dat niet kunnen betalen, bijvoorbeeld uh, langzaam steeds wegvallen. Volgens mij is dat allemaal niet zo vrolijk. Ja. ja. Oké. Okay. Toch? En, ja, nee, ik ben het wel met je eens. En, en vind je er dan ook iets van? In de zin, toen, toen, toen we ja. begonnen met de introductie, zeiden we ook... Ja, er zit ja. ook een soort mooie wetenschap-gezondheidsvisie ja. in. Er zit ook iets walgelijks ja. in. Uh, ja. Waar, waar sta ja. jij? Een soort maakbaarheid weet, hè, van het leven. Ja, ja, of, ja maar die uh, wetenschaps gezondheidsvisie dat is een beetje... Uh, 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 nou ja, voor de buitenwereld het mooi te maken. Hè, dat het geaccepteerd hmm. wordt. Um, kijk, wat dit betreft denk ik, ja, wat is er mogelijk voor uh, het menselijke lichaam? Ja, dan moet je gewoon de extreme talenten hebben die je optimaal voorbereidt, traint en dan en kun je zien. Wat, wat er mogelijk is, dat ja. zijn de wereldrecords. Maar dus is het, het met zo'n zeg maar... oud topzwemmer is dus wel interessant, want die heeft bewezen dat hij fysiologisch op zijn minst het talent had, is maar... nu ouder geworden. Ja. En kan dan nu gaan kijken of hij dat op een of andere manier uh, terug kan halen. Ja, dan kun je ook. Met een, dan kan hij ook met flippers en met een pak gaan zwemmen. Ja. Maar echt. dat is dan... Nee, ja, maar dat ja. mag dan weer niet. En terwijl dat ook wetenschap maar, is en uh, ja, het is technologie. Hand, of, je ja, dat is Ja. Toch? ja. ja. Ik vind. zou een hele grote helm ook opzetten. <laughs> Zo'n zo haaienhelm, ja. Ja, zeker. <laughs> <laughs> Ik hem, en dan een motortje erin en zo. Nee, man. Ja. Weet je... Zolang als je dus in het menselijk lichaam moet ingrijpen met nou ja, medicijnen, met, ja. met doping, met dat soort zaken. Um, ja, dan ga, vind ik het te ver gaan. Hmm. Ja. Nee, en ik denk wel dat, ja, wat je, jouw punt is. Uh, denk nou niet dat één simpel stofje omhoog nee. betekent prestatie omhoog of dit omhoog. Het uh, nee. lichaam is iets te complex met allerlei uh, terugkoppelingen. Nee, ja, maar dit vind nee, ik nee, ook we wel we te op. naïef om het af te doen. Want het is, nou ja. Ik moet zeggen dat ik ergens het ook wel boeiend vind dat ze het proberen. Nee. Uh, maar ik vraag me af hoe zuiver die, hè, of het echt die nieuwsgierigheid denk, ja. is die ze drijft. Maar, maar ja. ik denk ook dat ze een beetje te, um, voor sommige sporten te kort door de bocht gaan, dat ze het technische deel daardoor eigenlijk onderwaarderen. En Jammer. denken van weet je, als de motor maar groot genoeg is, dan gaat hij altijd het hardst. Um, een voorbeeld is natuurlijk gewoon onze topper in Nederland, Femke Bol. Ja. Die is technisch, nou ja, ik, ik, volgens mij, ik denk volmaakt, zoals die loopt. Ze ziet er niet uit alsof ze echt um, enorme spiermassa heeft. Nee, nee sterker nee, nog, als je ja. die Amerikaanse, die derde werd, in het shot achter haar zag lopen, nou. qua spiermassa, lengte, mm. en fysiek, zag dat er veel indrukwekkender uit. Nou, dat is een beetje. Ja, nou, is dat, ik, ik zeg, ik zeg niet dat die Amerikaanse dan uh, de enhanced games is, maar als je een beetje vergelijkt, Daar zag je in het beeld met... dat heel mooi gevangen. daar was ja. veel fysiek, we maar zeggen. En dat is Femke is echt het toptalent met supermooie volmaakte techniek die gewoon keihard loopt door keihard trainen. Ja. Helder. En dat is, weet je, dat is gewoon ook het mooie van sport. Dat er dit soort mensen zijn. En niet de gemaakte mensen. Eens. Ja. ja. Helder. Hey, um, volgens mij kunnen we hier nog wel een tijdje over doorpraten. Jo, um, ja, heel lang. Ja, heel lang. Dat gaan we nu niet meer doen. We gaan nee. uh, volgende week weer verder met een nieuwe aflevering. We hebben we een bijzonder verhaal van uh, iemand die op weg is naar de Rotterdam Marathon. En dacht, weet je wat ik doe? Marathon debuut. Ik ga eens uh, vier maanden in Kenia trainen. Sybren Logs is dat. Uh, die gaan we spreken en uh, eens horen wat hij daar doet. En dat is een beetje een opmaat naar uh, de Marathon van Rotterdam. Van onder andere Jurgen en heel veel luisteraars. Daarom nog maar eens een shout-out op dinsdag 26 maart om 8 uur. Dan zijn we live hier vanuit deze studio? Kun je. Virtueel bij ons op de bank in Zoom aanschuiven, net zoals Guido Vroemen nu zit te zoomen, en kun je ons alles vragen over jouw marathon. Dus als je het nog niet gedaan hebt, meld je aan via onze website, via onze nieuwsbrief of via onze socials. En daar gaan we het dinsdag 26 maart over hebben. Als jij nou mee wilt praten met ons, je hebt een mening over de Enhanced Games, over het gebruik van geneesmiddelen of alles wat je hier hebt gehoord, dan zijn er een aantal manieren waarop je ons kan bereiken. Zoals dus je gewend bent, noem ik ze nog even op aan het einde van de aflevering. Allereerst, via social media zijn wij de Slimmer Podcast. Via het Slimmer Podcast op Instagram of Slimmer Posteren Podcast op LinkedIn. Ga ze vooral even volgen, stuur ze een berichtje met al jouw vragen en opmerkingen. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je van iedere pagina een eigen aflevering. Dan kan je de link pakken, die kan je rondsturen naar mensen die ook geïnteresseerd zijn. Of mensen die wel eens een paracetamolletje pakken voor de wedstrijd. <laughs> um, en je kan daar ook je reacties achterlaten. Of je kan naar post.slimmerpodcast.nl mailen met al jouw vragen, suggesties. Net zoals Remco van luik En ook uh, Jeroen Vos en Menno Veldman. Die kwamen via dat soort kanalen bij ons op de lijn om het hier eens over te hebben vandaag. Tot zover. Jurgen, daar was hem. Guido, over twee weken willen we het met jou eens hebben over creatine. Mooi. Ook zo'n spierversterkend middel. Of Lekker. Niet? Lekker. Lekker zelf. Mooi. <laughs> Tot dan. <laughs> Tot volgende Bye. week. Hoi. Hoi. Ja. Wat leuk dat je er nog bent en deze aflevering helemaal tot het einde hebt uitgeluisterd. En aan het eind van iedere aflevering nog altijd even een tip om verder te gaan in ons rijke archief van meer dan 170 afleveringen Slimmer Presteren Podcast. Jurgen, Enhanced Games, Doping Specials. Nou, het ligt voor de hand hè? Waar willen we onze luisteraars op wijzen? Ja, alle specials denk ik. Hè? Dat is aflevering uh, 43 tot, tot 50. Ja, nou, seizoen 3. Ja, leer je alles over uh, de lijst, uh, de controles, uh, de gevallen in het wielrennen, atletiek. Uh, het, ja, hoe het überhaupt werkt met uh, de dopingautoriteit. Uh, nou, dus, en het blijft... Nog steeds super actueel. Ja, het zijn allemaal afleveringen in feite met interviews met verschillende gasten. Behalve die laatste, nummer 50. Die begint met de prikkelende vraag: Als je <laughs> zelf gepakt zou worden, zou je dan bekennen? Ik Weet je nog wat, wat je geantwoord hebt? Ja, <laughs> die is sowieso leuk. <laughs> hey, um, van een van deze gasten, is er nog één aflevering die eruit springt wat jou? Als ik nou geen acht uur heb, maar één uur, waar zou ik Ik beginnen? zou, ja, denk ik, de dopinglijst is toch wel interessant. Met Douwe de Boer. Ja. Heel interessant. Ik ga luisteren. Persoonlijke favoriet was uh, denk ik ook wel die met Thijs Sonneveld. Uh, die is ook wel erg terzakenkundig. Zeker.